Goeiedag, dit is het nieuws van 4 mei 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen opgelopen met 7830 en ook zijn er 253 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Maar hoe is het dan in onze regio? Volgens het RIVM zijn er 523 mensen positief getest en zijn er 21 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan naar de kaart met het aantal besmettingen per gemeente. Westland met 68 en Delft met 56 scoren relatief gezien het hoogst. Kijkt u naar uw eigen gemeente. Er zijn meer dan 5,6 miljoen mensen ingeënt. Bij ons advies, houdt u aan de maatregelen. Aan de Italiëlaan in het centrum van Zoetermeer komt een nieuw appartementengebouw van ongeveer 70 meter hoog. Het wordt gerealiseerd door vastgoedontwikkelaar Stadswaarde. Er worden ongeveer 220 woningen gebouwd, waarvan minimaal 60 jongere appartementen. Het project draagt flink bij aan de ambitie om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar te bouwen. Zoetermeer wil uiteindelijk in de stad 2000 woningen realiseren, vooral gericht op doelgroepen die graag in de stad willen wonen. De Nationale Molendagen op zaterdag 8 en zondag 9 mei zijn volledig online. Vereniging De Hollandse Molen heeft dit in overleg met de molenaars besloten. Het worden hiermee de eerste digitale Nationale Molendagen. Het thema van dit jaar is Ode aan de Molen. De molens gaan wel zoveel mogelijk draaien op de molendagen. Filmpjes van het lichten van de vang, waardoor de wieken gaan draaien, zijn ook online te vinden. Er zijn zorgen om de rust in de kraamkamer Polder-Noordketel. In dit gebied tussen Delft en Schiedam is het broedseizoen in volle gang. De eerste kuikens van het kieviet en rutto zijn uit het ei gekomen en volgens de boswachter in het gebied gaat het slecht met de weidevogels in Nederland, maar in deze polder broeden ze elk jaar. De coronacrisis zorgt voor een sterke toename van bezoekers in het natuurgebied, waardoor de broedende vogels worden verstoord. Het is dan ook verboden om met fietsen door de polder te racen. De kans om vogels dood te rijden is dan te groot. De boswachters gaan de komende tijd extra handhaven in de polder. En dan nog even dit. Auto op weg. De politie schiet te hulp. Deze agent combineerde de dagelijkse sportroutine met het naar een veilige plek duwen van een auto in de wijk Laak in Den Haag met pech. Chapeau. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? U stuurt ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp kan ook. Het nummer daarvan 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.